En Samhout heeft voor ons geregeld als werknemers dat wij 2 maanden vaderschapsverlof krijgen op het moment dat je vader wordt. Nou, wat het vaderschapsverlof voor ons heeft opgeleverd is dat het vooral rust heeft gebracht in de gezinssituatie na de bevalling en in de maanden daarna. Dat ik er zelf heel erg blij van word ook, dat je er dan gewoon kan zijn. Dat het voor mijn werk vooral ook oplevert dat ik daarna ook weer met 2 maanden, na die 2 maanden gewoon met volle energie aan de slag kan. Dat ik ook weer zin in heb. Dat ik ook dankbaar voel naar mijn werkgever toe, dus dat leeft op. Maar vooral ook dat ik er echt weer kan zijn voor klanten. In plaats van dat ik half in mijn hoofd ergens anders ben. Als je dan die 2 maanden thuis bent, is dat ook dat je echt opvalt ook wat het verschil is met als mensen dat niet hebben. Een kinderrijke buurt, dus in mijn omgeving ook jonge vaders. En dat ik dan de deur uitkom om mijn zoontje van 4 naar school te brengen in die periode. En dat dan de buurman de deur uitkomt met ballen tot op zijn schoenen. Helemaal kapot, met de tas onder de arm om dan aan het werk te gaan. Terwijl zijn vrouw in dezelfde situatie thuis zit als mijn vrouw, waar ik er gewoon goed voor kan zijn. Ja, dat is ook echt een verschil voor je werk. Als in Samhout hebben we een hele sterke basisfilosofie van hoe je met mensen omgaat. Dus in ons geval de value profit chain. Dus als je goed zorgt voor je mensen, zorgen je mensen goed voor de klanten, zorgen de klanten voor de financiën. Dat doe je in een hele omgeving waarin je ook een plek hebt in de maatschappij. En als je daar continu in blijft investeren, dan wordt het gewoon een cyclus van succes omhoog. En dan is het vaderschapsverlof daar een van de voorbeelden van. Maar het gaat vooral om dat je als werknemer, werkgever een echt volwassen relatie met elkaar hebt, waarbij je geeft en neemt.